Jolien is absoluut sterk. Die is op dit soort omlopen gewoon heel krachtig. Dat wist ik van tevoren. Ik had haar ook als concurrent opgenoemd voor de wedstrijd. En je ziet, ze wint hier, maar niet zo gemakkelijk als ze had gedacht of gehoopt misschien. Tot de laatste bocht zat ik mee met haar. Dus het was allebei ook wel een mentaal spelletje. Anderhalve ronde voor het eind dacht ik eigenlijk wel op de klimmen. Oh, ik ga zo meteen kraken hier. Ik kwam dan toch samen met haar boven. Waardoor ze nog samen de laatste ronde ingingen. Dan is het gewoon kijken wie het beste nog het meeste over heeft. Het ging tot de laatste meters eigenlijk gelijk op. Ik versnelde een keer, Jolien versnelde een keer. Maar de laatste versnelling van Jolien die heeft me gekraakt en genekt.